Welkom bij Boekenpraatje. Drie boeken vandaag, waarvan als eerste een historische roman die zich afspeelt in het Nederland van de late 19e eeuw. In de loop van de 19e eeuw begint in Nederland de industrie op te komen. Na 1880 is er sprake van een behoorlijke mate van industrialisatie. En die wordt mede gestimuleerd door het feit dat er in die periode ook een landbouwcrisis uitbreekt, waardoor op het platteland werkloosheid ontstaat en mensen naar steden trekken om daar in de opkomende industrieën werk te zoeken. Er zijn een groot aantal voorbeelden van te noemen in Nederland. Te denken valt bijvoorbeeld aan Rotterdam, met niet alleen de industriële ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Dat weer mede door de aanleg van de Nieuwe Waterweg, maar ook de explosieve economische groei in Duitsland. Te denken valt aan de Zaanstreek. Te denken valt aan de textielindustrie rond Enschede en ook in Brabant. De schoenindustrie in Best. Allerlei andere industrieën. En een van die steden waar behoorlijke industrialisatie sprake is, zo rond en na 1880, is toevallig mijn eigen stad. En Annelies Vonk van der Zanden heeft een historische roman geschreven. Die heet Marianneke, stoer wijf. En die heeft als ondertitel Overleven in Dordrecht, eind 19e eeuw. En daarin gaat het over een echtpaar, Marianneke en Joost de Kleine, die met hun kinderen vanuit het Brabantse Schaik naar Dordrecht trekken om werk te vinden. Dordrecht is eigenlijk min of meer toevallig gekozen, omdat het verhaal gebaseerd is op de familiegeschiedenis van Anneliese. En haar oma is in Dordrecht geboren als kind van haar overgrootouders die in die periode zich dus in deze stad vestigde. Het had evengoed Rotterdam kunnen zijn, of Amsterdam, of Tilburg, of Enschede, of Breda. Maar vanwege de familiegeschiedenis speelt het verhaal zich af in Dordrecht, wat ik zelf als Dordtenaar natuurlijk een bijzonder leuk toeval vind. Anneliese geeft in haar boek, naar mijn idee, voor zover ik dat als historicus kan beoordelen, Een nauwkeurig, een goed beeld van hoe het nou is als je van het platteland in, hè, wat toen gezien werd als de grote stad, terechtkomt om daar in een heel andere situatie dan je in je dorp op het platteland gewend bent te gaan werken. En dat levert behoorlijke problemen op. Het biedt ook kansen. En met die problemen heeft Marianneke volop te maken. Haar man is al eerder naar Dordrecht vertrokken. Uiteindelijk is er sprake van gezinshereniging, zeg maar. En dan beschrijft Anneliese dus het leven en de problemen waar Marianneke en Joost voor te komen staan. Enerzijds zijn dat vaak problemen op het gebied van de gezondheid. Een van de kinderen komt ook op tragische wijze aan een ziekte te overlijden. De woonomstandigheden waren verre van ideaal, zeker in het begin, als je eigenlijk zonder nauwelijks een cent te makken in zo'n stad aankomt. De communicatiemogelijkheden zijn natuurlijk veel minder dan tegenwoordig. Alles moest met de boot. Na 1870 kon het dan ook, is er ook een treinverbinding tussen Dordrecht en, hè, maar de arme mensen gingen toch voornamelijk met de boot nog. Het is moeilijk, het is lastiger om naar je familie te reizen. De heel andere situatie dan wij gewend zijn wanneer we even in de auto springen om even naar Schaik te rijden om opa en oma te zien. Of als we even een e-mailtje sturen of noem maar op, of even een telefoontje plegen.
Ik vind het een mooi tijdsbeeld wat ze heeft neergezet. En ze doet dat ook in een in zeer aantrekkelijke stijl van schrijven. Het boek is geschreven in de eerste persoon, tegenwoordige tijd. Of eerste persoon. Het is natuurlijk niet in de eerste persoon geschreven, want Marianneke is niet de vertelster. Het is vanuit de derde persoon geschreven, maar wel in de tegenwoordige tijd. En haar stijl trekt je eigenlijk het verhaal in. Je hebt het idee alsof je met de familie meeleeft, letterlijk soms. Hè? Ze beschrijft soms dingen, hoe de situatie in huis is met de buren, met het fornuis waarop gekookt wordt, met de stormwind die de gordijnen doet bewegen. En dan heb je het idee of je erbij zit. Het boek is ook bepaald filmisch, mag ik wel zeggen. Het zou mij niet verbazen als iemand op het idee kwam om dit boek ook te verfilmen. En dan ligt de locatie natuurlijk klaar, want er wordt wel meer in de prachtige Dordtse binnenstad gefilmd. En het verhaal leent zich ertoe. Ik ga het verhaal zelf niet verklappen. Het heeft zijn hoogte en zijn dieptepunten, maar uiteindelijk gaat het met de... overwinnen Marianneke en Joost de vele moeilijkheden. En dat leidt dan ook weer tot een vertrek uit Dordrecht om toch weer op het platteland waar ze vandaan komen hun leven voort te zetten. En ik zit eigenlijk wel een beetje uit te kijken naar een vervolgboek, want ik ben heel benieuwd hoe dat nu hen is vergaan. Hoe dan ook, ik vind dit boek een absolute aanrader. Wat het natuurlijk heeft, zoals ik al zei, het kan zich in elke willekeurige laat 19e eeuwse Nederlandse stad afspelen waar zich industrialisatie voordoet. Maar wat het voor mij natuurlijk als Dordtenaar zo hartstikke leuk maakt, is dat het in mijn stad speelt. En zelfs op plaatsen die ik heel intiem, of intiem is het woord misschien niet, maar waar plaatsen die ik heel goed ken. Op een gegeven moment gaan zij in het Burgerhotel in de Wijnstraat wonen. Nou, dat Burgerhotel is op een steenworp afstand van de plaats waar mijn eigen grootvader opgroeide. Op een gegeven moment bezoekt koningin Wilhelmina en de oude koningin Emma en de jonge prinses Wilhelmina een jaar voor zijn koningin wordt bezoeken Dordrecht. En dan wordt er voor het stadhuis gezongen. En dan gaan de kinderen van Marianneke en Joost, die zingen daarmee. Mijn grootvader stond ook als jongen van 6 jaar tussen die kinderen. En een ander voorbeeld, een deel van het verhaal speelt zich af in een tapperij in de Cornelis de Witstraat. Ja, dat is op 200 meter waar ik woonde in de Cornelis de Witstraat. En die Cornelis de Witstraat is inmiddels totaal veranderd. En voor een groot gedeelte door toedoen van het saneringsplan van de jaren 60 in Dordrecht is er een heel andere situatie ontstaan. Maar ik herinner mij die straat nog van de tijd dat ik een klein kind was. Dus ik kan me dat nog als beeld zien. Nou, hoe dan ook, ik kan iedereen buitengewoon aanraden om dit boek te lezen. Het is echt een heel fascinerend, boeiend tijdsbeeld. Dan een tweede historische roman. Een roman die mij, nogal geschokt heeft. En dat is het boek Selma van Carolijn Visser. Een boek wat al 4 jaar geleden is verschenen. Maar u weet, ik hou me niet zozeer aan het feit dat ik altijd actuele boeken moet bespreken. En dit boek blijft denk ik actueel, ook al zou het nog eerder verschenen zijn. De ondertitel is namelijk Aan Hitler ontsnapt, gevangenen van Mao. Het gaat over Selma Vos, een Joodse die als kind ter nauwe nood ontsnapt aan de nazi's. Haar moeder komt in de oorlog om, wordt in het concentratiekamp in Duitsland wordt zij vermoord. Haar vader weet met Selma te overleven. Selma groeit na de oorlog op en blijkt een bijzonder begaafd meisje te zijn, maar ook een meisje met een eigen karakter. En Selma gaat studeren in Cambridge. En daar ontmoet ze een meneer Chang Zhao. Een Chinees uit communistisch China. Toen was het nog de Republiek China. Dat was nog net
tijdens de Chinese burgeroorlog. Die ook studeert in Cambridge, maar wel al lid is van de Chinese Communistische Partij. En er ontstaat een liefdesrelatie. Er worden in Cambridge 2 kinderen geboren, een jongen en een meisje. En uiteindelijk besluit, nadat Mao Zedong aan de macht is gekomen, besluit Selma haar man Chiang te volgen naar China. En hij is dan psycholoog, psychologisch instituut in Peking. En het boek beschrijft het leven. Het is ook een historische roman op basis van een familiegeschiedenis. Net als Marianneke Stoerwijf. En dan beschrijft Carlijn Visser het leven van Selma en Chiang en haar kinderen. En dat gaat een aantal jaren goed. Ondanks dat China natuurlijk een heel ander en naar mijn idee nogal beklemmend politiek regime heeft. Ik zou het ervoor geen meter uithouden, maar dit terzijde. In ieder geval, uiteindelijk gaat het mis. Eind jaren 50 heb je de campagne Laat 100 bloemen bloeien. Dan worden, als ik het mij goed herinner, want het is jaren geleden dat ik daar echt mij in verdiept heb, maar dan worden mensen aangemoedigd kritiek te leveren en zelf kritiek op het bewind ten einde het een en ander te verbeteren. Dat loopt totaal uit de hand en dat loopt zo uit de hand dat uiteindelijk de zogenaamde culturele revolutie ontstaat. Nou, de culturele revolutie is een periode van chaos, van bloeddorstig fanatisme. Het is de periode dat opgezweepte studenten en jongeren, zogenaamde rode gardisten met dat kleine rode boekje met de uitspraken van voorzitter Mao, de grote roerganger, staan te zwaaien. En dat er zogenaamd afgerekend moet worden met de oude bourgeois-elite. Dat waren voorheen de mensen in de communistische partij die de boel in China hadden opgebouwd, maar die nu ineens verdachten zijn dat ze heulen met het kapitalisme, dat ze vijanden van het volk zijn. Er ligt wel een beetje een griezelige parallel met dat geroep van die mensen uit, Forum voor Democratie, tegen de elite en zo. Dat soort rare taal. In ieder geval, ook de familie Chiang wordt slachtoffer van die culturele revolutie. Culturele revolutie die ook in Nederland in die tijd werd bejubeld. Onder andere door een sectarisch Chinees-communistisch gericht groepje dat heette CNML. Communistische Eenheidsbeweging Nederland Marxistisch-Leninistisch. Alleen al de idiote kreet, vergeef mij het woord, wekt wantrouwen. En dat is uit dat sectarische groepje is de huidige SP voortgekomen. Nou geloof ik niet dat er in de huidige SP nog heel veel mensen zijn die geloven in de culturele revolutie van meneer Mao Zedong. Maar het is misschien toch wel eens goed als we ons even realiseren uit welke achtergrond sommige politieke partijen in Nederland voorkomen. Het is altijd aardig om te weten. In ieder geval loopt het met Selma en Chiang heel slecht af. Maar gelukkig, uiteindelijk, na omzwervingen door China, waarin ook blijkt dat er ook Chinezen zijn die ondanks alle onderdrukking, want het China van Mao was, en ik kan over het huidige China niet zo oordelen, want daar weet ik minder van, maar het China van Mao was natuurlijk een gruwelstaat, een terreurstaat, een staat waar je niet zou willen wezen. Ik in ieder geval niet. Maar goed, de twee kinderen komen na omzwervingen en allerlei avonturen, waarbij ze toch ook door goedwillende Chinezen zijn geholpen, komen ze uiteindelijk in Nederland terecht. En hoe het hun verder vergaat, dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat Carlijn Visser hier een buitengewoon indrukwekkende roman heeft neergezet die ons, naast dat je je erg betrokken voelt bij
de familie, omdat, hè, als familiegeschiedenis, je identificeert je makkelijk met die mensen in die toestanden, maar daarnaast schept het toch ook wel een buitengewoon beklemmend beeld van China. Ooit toen ik nog in het onderwijs zat, moesten we wel eens als eindexamen onderwerp China behandelen. Het is natuurlijk een land wat buitengewoon ver af staat van ons qua cultuur, qua mentaliteit. Maar dan zat je ook als leraar te leuteren over dat 100 bloemen bloeien en de culturele revolutie. Maar dat was dan toch wat afstandelijker. En door dit boek heb ik toch wel begrepen, is tenminste tot mij doorgedrongen, wat voor een gruwelijke geschiedenis dat is geweest. Die ook aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Of die in dwangarbeiderschap kwamen, in een soort slavernij op het platteland, en noem maar op. En het is ook weer eens een waarschuwing wat fanatisme met mensen kan doen. En daarmee, beste mensen, moeten we het voor vandaag maar doen. Want ik heb er weer lang genoeg zitten kletsen. Ik wens u het allerbeste.